Dansen knagen. Daar kan weer echt eens mee gebeuren. Goedenavond, een goedemiddag. Mijn naam is Albert-Jan Smit. Welkom bij de ORA G-trofee. Voetbalwedstrijd. Gezellig altijd. En wij genieten hier elk jaar weer van. Maar je pakt er nog wel een goede bal uit. Ja, ja, dat moet wel, hè. Voor de jongens moet je altijd wat doen. Hè. Heb je het wel een beetje naar je zin? Ja. Zeker weet. Ja. Het mooi weer. Ja, dat kun je niet hebben, hè. Ja, hij raakt wel goed, dus ligt zo in de kruis. Dat is een mooie goal. Hey, dit is je tweede dag bij Vitesse. Ja! Zo, zag je dat? Je hebt een paar prachtige keepershandschoenen bij je. Waarom heb je die gekregen? Omdat ik gescoord heb. Ik heb gescoord. 2 keer aan elkaar. Ja, en dan zie je toch dat hij in de laatste minuut dat hij gewoon de eerste goal maakt. Ja, dat is echt geweldig en onhoudbaar. En ik heb het dus net ook overlegd met Raymond van der Gouw. En hij zei ja, dat was wel een onhoudbaar doelpunt. En daar moeten we wel een trofee voor. Dus ja, dat zijn de handschoenen waar ik een tijd mee heb gekiept. En ja, namens Raymond en mij natuurlijk van harte gefeliciteerd hiermee. Ik zie een jongen staan, die behoort ook tot jouw technische staf, die is wel fanatiek. Die zijn fanatieker, ja. Ik kan ze niet overtreffen. Dus ja, we zijn gewoon één team, hè. Dus met z'n allen fanatiek bezig zijn en ja, we hebben gewonnen.